Klimaatverandering heeft inmiddels een zekere mate van urgentie bereikt bij alle lagen van de samenleving. Het is duidelijk dat hier iets aan moet gebeuren. En dit geeft politici, zoals de vicevoorzitter van de Europese Unie, Frans Timmermans, het draagvlak om grote plannen te ontwikkelen. Zoals hij zelf hier aangeeft, krijgt de biodiversiteitscrisis helaas nog niet hetzelfde niveau van aandacht. En dat is ernstig.